Met veel lawaai begon vandaag het werk aan de aluminiumbrug in het centrum. De gemeente laat er voor de veiligheid de slijtlaag vernieuwen. De brug ernaast nemen was in de ochtendspits nog geen optie, want een bouwbedrijf had een deel van de Kloveniersburgwal afgezet voor andere werkzaamheden. Ja, ik vind het geen bestigheid. Die pelletjes kunnen ze wel beter op zondag uitladen, zodat ik lekker naar mijn werk kan. Voor de omwonenden is het ook een denderend iets. Of het nou allemaal goed gecoördineerd is, dat weet ik niet. Soms zijn de dingen tegelijkertijd afgesloten. Dat is een beetje jammer. Wie omfietste kwam de volgende afsluiting tegen, ditmaal op de Raamgracht. Daar wordt volgens de borden aan het groen gewerkt. Halverwege de ochtend was het bouwbedrijf op de Kloveniersburgwal klaar en kon er doorgereden en doorgefietst worden. Wat weer leidde tot extra drukte op en rond de Oost-Indische Huisbrug. Wat zijn de gevolgen? Ja, dat iedereen tegen het verkeer infietst, zoals ik ook net. Ja, het kan niet anders, ik zou niet weten. Oppassen. Meer chaos, hè? Nee. Het is echt moeilijk. Vooral voor de taxis. Ja, het is geen stad meer. Het is gevangenis. Rechtdoor kan je niet in, links kan je niet in. Net wat die man zei, linksbekeuring, rechtsbekeuring. We worden helemaal scheidsziek van, echt waar. Ik wil bijna al stoppen met taxi. Je bent de toeristengids, geloof ik, hè? Wat vindt u ervan? Ja, ik vind het een soort van lawaaivervuiling hier. Het zegt non-stop, gaat het maar door. Die brug dan weer hier ook. Dan daar ook. Het is gewoon niet eens meer gewoon één normale straat waar je normaal kan lopen. En dan praat ik soms wel hard, maar ja, ik bedoel, dit is gewoon echt veel erger. Het werk aan de brug duurt nog tot en met vrijdag. Er wordt tussen 7:00 in de ochtend en 5:00 in de middag gewerkt. De Kloveniersburgwal zal dan niet meer met lint afgezet worden voor bouwwerkzaamheden, want het bouwbedrijf liet vanochtend weten niet meer terug te hoeven komen.